Goedemorgen. U kijkt naar een extra uitzending van U Nieuws. Want we schakelen zometeen live over naar de rechtbank in Utrecht. Over enkele minuten hoort verdachte Michael P. of hij schuldig is aan geclassificeerde doodslag en verkrachting van Anne Faber en welke straf hij krijgt. De rechter zal eerst de persoonlijke gegevens van Michael P. doorspreken. Dat mogen we nog niet uitzenden, dus vandaar dat u zometeen nog even geen geluid hoort. Nou, naast mij zit strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma. Willem-Jan, het kan dus zo zijn dat je zometeen onderbreek. Maar wat verwacht jij ervan? Ik denk toch wel een forse straf, hè, maar dat zal niemand verbazen. Vanaf 20 jaar, ik denk minimaal 20 jaar en uiteraard het TBS met dwangverpleging. Terwijl dat in vergelijking met de eis, want het eis van het OM is 28 jaar celstraf plus TBS en dwangverpleging, Is dat weer vrij laag. Ja, ik trek even de vergelijking met Millie Boele. Natuurlijk zijn zaken nooit één op één te vergelijken, maar dat is wel zo'n beetje de gemiddelde straf die wordt gegeven. En als je ook nog eens een TBS geeft, ja, dat is vaak een jarenlange behandeling. Als je dan echt dik boven die 20 gaat zitten, dan zijn het gewoon hele forse straffen in vergelijking met dergelijke zaken. Ja. We schakelen nu live over naar de rechtbank. We mogen het geluid nu uitzenden, dus we gaan luisteren naar rechter Van Lieshout. En meester Jager als advocaat van de ouders en de broer. En hier in deze zaal ook de oom van Anne Faber aanwezig. Welkom. Op 11 en 12 juni is de zaak inhoudelijk behandeld. Vandaag is dus de uitspraak. De rechtbank zal de belangrijkste punten uit het vonnis weergeven. En het volledige vonnis staat na de uitspraak op rechtspraak.nl. Ik zal eerst kort weergeven wat verdachte heeft verklaard over de gebeurtenissen op vrijdag 29 en zaterdag 30 september vorig jaar. Verdachte zegt dat hij die vrijdag wilde gaan slopen in de Oude Keuken, een leegstaand pand op het terrein van de instelling waar hij verbleef. Dat deed hij vaker, het gesloopte oude metaal verkocht hij dan. Als hij die avond op zijn scooter op pad gaat, besluit hij eerst te gaan tanken. Hij heeft gereedschap bij zich in een plastic tas. Dat legt hij weg in het bos, een aantal meters een bospad in. In die tas zit ook een mes dat hij gebruikt bij het slopen. Na het tanken rijdt hij terug naar die plaats in het bos en pakt de tas met gereedschap. Als hij dat pad weer uitrijdt, komt hij op het fietspad in botsing met Anne Faber. Als zij de politie wil waarschuwen, eist hij onder bedreiging met het mes dat zij haar telefoon afgeeft en hij dwingt haar het bospad in te lopen. Daar verkracht hij haar. Verdachte zegt dat hij van plan was om haar verderop in het bos achter te laten en dan zelf weg te rijden. Maar omdat na de verkrachting een worsteling ontstaat, besluit hij om haar geboeid achter op de scooter te vervoeren. Uiteindelijk komen zij bij de voormalige vliegbasis Soesterberg. Daar tilt hij haar over een hek. Dan loopt hij samen met haar richting een houtwal met de bedoeling om haar verderop vrij te laten, aldus verdachte. Op het moment dat er een fietser voorbij komt, roept Anne Faber om hulp. Verdachte grijpt haar om de nek en ze komen ten val. Verdachte zegt meerdere keren dat ze stil moet zijn en houdt het mes voor haar keel. Als ze weer schreeuwt, haalt hij het mes langs haar keel. Daarna is ze dood. Vervolgens rijdt verdachte op zijn scooter richting de Willem Arntshoeve. Maar hij keert om, gaat terug naar de plaats waar hij Anne Faber heeft achtergelaten, snijdt haar kleren los en vervoert haar lichaam, liggend op de buddy seat van zijn scooter, naar een plek achter een hangar. Daar begraaft hij haar eerst provisorisch onder wat bladeren en later ondiep onder het zand. Haar eigendommen, zoals haar jas, fiets, rugtas en pasjes, heeft hij later die avond op verschillende plekken achtergelaten of verstopt. Verdachte zegt dat hij het mes onderweg is kwijtgeraakt. Op zaterdagavond 30 september leent verdachte de auto van zijn moeder, rijdt naar Zeewolde en graaft daar een kuil. Daarna rijdt hij terug naar Soest en graaft hij Anne Faber op. Hij legt haar in de auto en rijdt naar Zeewolde. Daar maakt hij haar lichaam schoon met chloor en begraaft hij haar. Haar telefoon en haar sieraden zijn nooit gevonden. De officier van justitie heeft vrijspraak gevraagd van voorbedachte raad, dus van moord.
maar de rechtbank moet dit ook zelf beoordelen. Voorbedachte raad betekent dat verdachte gedurende enige tijd heeft kunnen nadenken over een besluit om Anne Faber te doden en dat hij niet handelde in een opwelling. Het is aan de rechter om het gewicht te bepalen van de aanwijzingen die pleiten voor of juist tegen voorbedachte raad. In de eerste plaats is gekeken naar de onderzoeksbevindingen van de politie. Daaruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat verdachte die avond op pad is gegaan met andere bedoelingen dan te gaan slopen. Zo blijkt dat verdachte zelf zijn telefoon moet hebben uitgezet en dat die telefoon die avond ook lang is uitgebleven. Maar dat verdachte dit deed met het plan om iemand te doden, blijkt hieruit niet. Verder blijkt uit de reconstructie van de route dat verdachte Anne Faber enkele kilometers voor de gestelde aanrijding in het bos mogelijk al op een kruispunt heeft gezien. En gezien het tijdverloop kan het zijn dat hij haar bij dat bospad heeft opgewacht. Maar of dat werkelijk zo was, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Daarom kan ook hieruit niet worden afgeleid dat verdachte op dat moment van plan was Anne Faber te doden. Dit kan dan ook niet bijdragen aan het bewijs van voorbedachte raad. Dat bewijs kan ook niet worden gehaald uit uitspraken die verdachte eerder tegen anderen heeft gedaan. Zoals zijn opmerking tegen een medegedetineerde dat hij, eenmaal buiten, iemand van kant gaat maken. Of uit de verklaringen van andere getuigen over opmerkingen van verdachten in het verleden of over zijn belangstelling voor IS-onthoofdingsfilmpjes. Deze uitspraken zijn te algemeen en te ongericht en voor een deel ook van te lang geleden om hierop het bewijs te baseren dat verdachte het voornemen had om Anne Faber of een ander te vermoorden. Ook de zoektermen hoe vermoord je iemand en girl gets executed, die zijn gevonden in de computer in de gemeenschappelijke ruimte van de instelling, kunnen niet bijdragen aan het bewijs, omdat niet achterhaald kan worden wie die zorgwekkende en alarmerende zoektermen op die computer heeft ingevoerd. Voor wat betreft de gebeurtenissen na de gestelde aanrijding en in het bijzonder dus de vraag of verdachte op enig moment het voornemen had om haar na hun ontmoeting te doden, is de rechtbank aangewezen op de verklaring van verdachte zelf. Die verklaring moet kritisch worden bekeken en dat heeft de rechtbank ook gedaan. Zijn verklaring roept op onderdelen zeker vragen op. De rechtbank zal daar later op terugkomen. Maar over het moment direct voorafgaand aan het doden van Anne Faber zijn er geen andere bewijzen dan zijn verklaring. Ook is die verklaring over dat moment niet bij voorbaat onwaarschijnlijk. Die verklaring houdt in dat de dood van Anne Faber voortkwam uit de vrees voor ontdekking van zijn dader door de fietser en dat haar dood niet het gevolg was van een vooropgezet plan. Nu het tegendeel van deze verklaring niet bewezen kan worden, moet verdachte worden vrijgesproken van voorbedachte raad, dus van moord. De verdachte verklaart dat hij Anne Faber heeft gedood om te voorkomen dat hij door een fietser werd betrapt op de door hem gepleegde strafbare feiten. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. Daarnaast acht de rechtbank verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving bewezen. Tot slot acht de rechtbank bewezen de mishandeling van 5 medewerkers van het Pieterbaancentrum. De rechtbank heeft vervolgens vastgesteld in hoeverre dat wat bewezen is verklaard aan verdachten kan worden verweten. De deskundigen concluderen dat bij verdachten sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en antisociale kenmerken. Daarnaast is sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van afhankelijkheid van middelen als alcohol, cocaïne en amfetamine Ritalin. De deskundigen beschrijven verdachten als volgt. Verdachte is een man die diepgaande problemen heeft met het beheersen van zijn impulsen, emoties en agressie. Zijn zelfbeeld is negatief en zijn persoonlijkheidsstructuur zeer zwak. Verdachte reageert snel agressief. Verdachte heeft de sterke neiging prikkels op te zoeken en deze zeker niet te vermijden. De combinatie van impulsiviteit en prikkelzucht,
gecombineerd met een agressieve, wraaklustige tendens als hij meent te worden benadeeld, leidt daartoe dat verdachte makkelijk kan overgaan tot agressief gedrag. Ondanks zijn normale intelligentie kan verdachte een spanningsvolle situatie niet altijd goed overzien. Als de stress toeneemt, kan bij hem achterdocht ontstaan. Deze stress en achterdocht kunnen aanleiding zijn voor agressief handelen. Daarnaast beschrijven de deskundigen ook een berekenende, antisociale kant van verdachten. Hij is beperkt in zijn gewetensfuncties en in zijn empathie, stuurt bewust aan op verwervend crimineel handelen, dat wil zeggen strafbare feiten plegen om geld of goederen mee te verkrijgen. Hij lijkt achterloos voorbij te gaan aan de belangen van derden en is ook in staat over te gaan tot zogenoemde instrumentele agressie. Dus het inzetten van geweld om geld of goederen te verkrijgen. Die vorm van agressie valt te omschrijven als meer planmatig en doelbewust, waarbij verdachte handelt door middel van intimidatie en of slaan om zijn positie duidelijk te maken of ter gemakkelijking van verwervingscriminaliteit. De persoonlijkheidsstoornis en de ziekelijke stoornis van de geestvermogens waren aanwezig ten tijde van het plegen van alle feiten. Het gebruik van Ritalin heeft geen rol van betekenis gespeeld. De rechtbank is het eens met deze bevindingen en conclusies van de deskundigen. De volgende vraag is of de persoonlijkheidsstoornis en de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens een rol hebben gespeeld bij het plegen van de feiten. Hierbij maken de deskundigen een onderscheid afhankelijk van welk scenario zich in de werkelijkheid heeft afgespeeld. Het oordeel over welk scenario van toepassing is, laten zij over aan de rechtbank. De deskundigen zijn van mening dat de feiten minder aan verdachten kunnen worden toegerekend als ze zijn gepleegd uit achterdocht, woede en impulsieve agressiviteit, voortvloeiend uit verdachtes borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het impulsieve scenario. Maar dat de feiten meer aan hem kunnen worden toegerekend als ze voortkomen uit een meer planmatig, doelgericht delictscenario, voortvloeiend uit antisociaal opportunistisch motief. Het planmatig doelgerichte scenario. Hierna geeft de rechtbank aan van welk scenario zij uitgaat en waarom. Eerder heeft de rechtbank geconcludeerd dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor voorbedachte raad ten aanzien van het doden van Anne Faber. Met andere woorden, niet bewezen kan worden dat verdachte uit de instelling is vertrokken met het plan om iemand te doden. Maar met die conclusie is nog geen antwoord gegeven op de vraag of verdachte bij de verkrachting, de vrijheidsberoving en de doodslag planmatig in de zin van doelgericht heeft gehandeld, zoals bedoeld in het rapport van de deskundigen. Planmatig en doelbewust, zoals de deskundigen bedoelen, is dus iets anders dan of er juridisch gezien sprake is van voorbedachte raad. De rechtbank gaat bij de bepaling van het scenario vooral af op wat verdachte hierover zelf heeft gezegd. Informatie uit objectieve bron is er op dit punt namelijk niet. Alleen voor het vastbinden en het vervoeren naar de vliegbasis is ook objectief bewijs gevonden. De rechtbank leidt uit de door verdachte zelf geschetste gang van zaken af dat hij na de gestelde aanrijding in ieder stadium van de gebeurtenissen doelbewust en planmatig heeft gehandeld. Daarbij zette hij eveneens doelbewust op intimiderende wijze geweld in. Zo brak hij, nadat hij het mes had getrokken, de telefoon van Anne Faber doormidden om te voorkomen dat zij de politie zou bellen. Verdachte geeft geen logische verklaring waarom dit nodig was, nadat de telefoon al was uitgezet en waarom hij haar vervolgens heeft gedwongen om verder het pad in te lopen, terwijl zijn doel, voorkomen dat zij de politie zou bellen, daarvoor al was bereikt. Maar het resultaat hiervan was wel dat zij verder wegkwam van het fietspad, dat de fiets en de scooter uit het zicht raakten van eventuele voorbijgangers en dat de telefoon definitief onbruikbaar was. Op de vraag waarom hij zo handelde, heeft verdachte ter zitting niet meer gezegd dan dat dat hem op dat moment een goed idee leek. Verdachte geeft geen plausibele verklaring
waarom hij er niet voor gekozen heeft om Anne Faber op de plaats van de aanrijding achter te laten en er zelf vandoor te gaan, als hij dat toch al van plan was. Verdachte legt vervolgens een onnavolgbare verklaring af over waarom hij is overgegaan tot de verkrachting. Dat parafilie, verkrachtingsfantasieën of hyperseksualiteit daarbij een rol hebben gespeeld, kan niet worden vastgesteld, omdat verdachte volgens de deskundige beperkt zicht heeft gegeven op zijn seksuele belevingswereld. Verdachte heeft over de verkrachting gezegd dat hij kwaad, boos en achterdochtig werd doordat Anne Faber zei: "Je gaat me verkrachten, hè?" Dit had volgens hem te maken met het feit dat hij woede voelde naar zichzelf vanwege de verkrachtingen die hij in het verleden had gepleegd en dat er iets knapte bij hem. Verdachte kan niet uitleggen hoe die woede naar zichzelf over het feit dat hij in het verleden verkrachtingen had gepleegd kon uitmonden in juist weer een verkrachting. De rechtbank vindt verdachtes verklaring op dit punt daarom niet geloofwaardig. Ook al niet omdat zijn handelingen voorafgaand aan de verkrachting, zoals juist besproken, wijzen op bewust en planmatig handelen. Een andere reden waarom de rechtbank niet aannemelijk vindt dat verdachte bij de verkrachting werkelijk impulsief heeft gehandeld vanuit woede en achterdocht, is dat deze gevoelens in het vervolg van verdachtes verklaring over de vrijheidsberoving en de doodslag niet meer terugkomen als aanleiding voor zijn handelen. De rechtbank gaat er voor de verkrachting dan ook van uit dat verdachte daarbij planmatig heeft gehandeld. Verdachte zegt dat hij Anne Faber vervolgens op zijn scooter heeft meegenomen omdat hij haar niet in de kou en de regen wilde achterlaten en dat hij haar ergens in de bewoonde wereld wilde afzetten. De rechtbank gelooft ook dat deel van de verklaring niet. Dit laat zich namelijk moeilijk rijmen met zijn respectloze handelen daarvoor. Verder geeft verdachte geen logische verklaring waarom hij Anne Faber niet daadwerkelijk bij de manege heeft afgezet, zoals volgens hem het plan was. Ook kan hij niet uitleggen waarom hij haar, nadat hij haar over het hek van de vliegbasis had getild, niet daar heeft achtergelaten en zelf is weggegaan. Dit roept de vraag op of zijn doel niet vanaf het begin was om Anne Faber juist af te zonderen en afgezonderd te houden van de bewoonde wereld. Hoewel deze vraag op basis van de beschikbare informatie niet met voldoende zekerheid kan worden beantwoord, zijn er in ieder geval geen aanwijzingen dat verdachte de vrijheidsbeneming en de doodslag pleegde in een staat van woede, achterdocht of impulsieve agressiviteit. Die planmatigheid blijkt ook uit het feit dat verdachte zijn handelen steeds stapsgewijs uitvoert en vergezeld laat gaan van geweld en van de permanente dreiging van geweld gedurende langere tijd. Als voorbeelden noemt de rechtbank het slaan na de verkrachting, het binden van de handen met tie wraps, het laten opzetten van de helm, het rijden van het hele traject, het tillen van Anne Faber over het hek en het ook daar met haar meegaan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte bij alle drie de feiten planmatig in de zin van doelgericht heeft gehandeld, voortkomend uit een antisociaal, opportunistisch motief en niet vanuit woede, achterdocht en impulsieve agressiviteit. Dit leidt tot de conclusie dat de bewezen verklaarde feiten verdachte licht verminderd kunnen worden toegerekend. Met andere woorden, verdachte is in zeer grote mate zelfverantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan. De feiten gepleegd in het Pieter Baan Centrum kunnen verdachte verminderd worden toegerekend. Wat dat betekent voor de strafmaat zal zo meteen worden besproken. Eerst geeft de rechtbank haar beslissing over de vorderingen tot schadevergoeding van de ouders en de broer van Anne Faber. De door hen gevorderde materiële schade wordt toegewezen. Te weten, de kosten van de uitvaart, de reiskosten en het eigen risico voor de zorgverzekering. Plus voor de broer de kosten van de studievertraging. In totaal voor de vader een bedrag van ruim 15.000 euro, ruim 1.000 euro voor de moeder en ruim 20.000 euro voor de broer. Daarnaast wordt toegewezen een bedrag van 40.000 euro aan shockschade voor ieder van de ouders
wegens het psychisch letsel als gevolg van de confrontatie met het lichaam van een overleden dochter. Het identificeren van hun dochter moet voor hen zeer ingrijpend zijn geweest. Op het moment dat zij te horen kregen dat ze hun dochter voor de laatste keer konden zien, had zij al bijna 2 weken in de grond gelegen en was ze bijna niet meer te herkennen. Tegelijkertijd was het door verdachte toegepaste geweld op haar lichaam nog wel duidelijk zichtbaar. De broer is via foto's geconfronteerd met de schokkende gevolgen van verdachtes handelen. Voor hem is de shockschade bepaald op €20.000. Daarop wordt de uitkering van het schadefonds geweldsmisdrijven niet in mindering gebracht. Nu dat gaat om een voorschot dat mogelijk vervalt zodra de schade door verdachte wordt vergoed. De affectieschade, dus de immateriële schade veroorzaakt door het verdriet vanwege het overlijden van een dierbare, wordt afgewezen. De wet biedt op dit moment geen mogelijkheid tot vergoeding van deze schade en het is de rechtbank niet toegestaan om vooruit te lopen op komende wetgeving. Over de strafmaat overweegt de rechtbank als volgt. De verdediging heeft een beroep gedaan op strafvermindering wegens de gang van zaken kort na de aanhouding van verdachten. De rechtbank komt tot de conclusie dat tegen verdachten in de transportbus geweld is gebruikt en dat er met geweld is gedreigd. Ook is aannemelijk dat de breuk in de verdachte schouder in de bus is ontstaan. Dit handelen levert een schending op van de in de wet en verdragen vastgelegde rechten van de verdachte en moet worden aangemerkt als een vormverzuim. Maar omdat door dit handelen geen belastende, bekennende verklaring van verdachte is verkregen, is zijn recht op een eerlijk proces niet geschaad. Ook is deze kwestie grondig onderzocht door de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Gelet op dit alles verbindt de rechtbank aan het vormverzuim verder geen gevolgen. Ook heeft de verdediging verzocht rekening te houden met de intrekking van de voorwaardelijke invrijheidstelling van 4 jaar van de vorige veroordeling. De rechtbank gaat daarin niet mee, nu dat een andere zaak betreft, waarbij de rechtbank destijds de mogelijkheid van het achterwege blijven van voorwaardelijke invrijheidstelling al heeft ingecalculeerd. De rechtbank benadrukt dat zij, zoals in alle zaken, bij de straftoemeting gebonden is aan enerzijds de wettelijke bepalingen en strafmaxima en anderzijds aan wat rechtbanken en gerechtshoven in soortgelijke zaken opleggen. In de ogen van de naaste van een slachtoffer en van veel anderen in de samenleving kan nooit volledig recht worden gedaan door de oplegging van een straf. Het verlies van een kind of dierbare door toedoen van een ander roept om vergelding. En dat verlies kan ook niet daadwerkelijk worden gecompenseerd door enige straf die in het wetboek van strafrecht voorkomt. Uit de slachtofferverklaringen blijkt dat dit gevoel ook leeft bij de ouders en de broer van Anne Faber. De rechtbank begrijpt dit. Toch moet zij, met inachtneming van de belangen van de nabestaanden, maar ook met die van de maatschappij en niet in de laatste plaats die van de verdachte, recht spreken binnen de ruimte die de wet biedt. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag, vrijheidsberoving en verkrachting van Anne Faber. Gekwalificeerde doodslag is een van de zwaarste delicten in het Nederlandse strafrecht. De wetgever heeft de buitengewone ernst van dit feit tot uitdrukking gebracht door daarop levenslange gevangenisstraf of tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar als maximum te stellen. Hetzelfde strafmaximum als voor moord. Verdachte heeft, terwijl hij nog in een behandeltraject liep, als gevolg van een eerdere veroordeling voor onder andere verkrachtingen, Anne Faber onder bedreiging met een mes meegenomen een bospad op en op verschillende manieren op zeer vernederende wijze verkracht. Verdachte heeft veel geweld toegepast. Uit onderzoek blijkt fors letsel, waaronder een groot aantal bloeduitstortingen op het lichaam, dat bij leven is toegebracht. Daarna heeft hij haar geboeid, haar zijn helm opgezet, waardoor zij nauwelijks iets kon zien, en achterop zijn scooter meegenomen op een rit over allerlei paden door het bos. In de onzekerheid wat er verder met haar zou gaan gebeuren,
moet zij gedurende de hele rit voortdurend in zeer grote angst hebben verkeerd. Geboeid heeft hij haar over een hek gebracht op een afgesloten en verlaten terrein. Daar heeft hij haar uiteindelijk om het leven gebracht door haar met een mes in de keel te snijden. De opeenvolging van deze zeer ernstige feiten, de totale duur daarvan, de onzekerheid over de afloop, het buitenproportionele geweld en de angst en de pijn die Anne Faber moet hebben ondervonden, moeten voor haar vreselijk zijn geweest. Naast de angst en de pijn die zij moet hebben doorstaan, heeft zij haar laatste ogenblikken in eenzaamheid moeten doormaken. Daarmee heeft verdachte, zoals ook blijkt uit de indrukwekkende verklaringen die zijn afgelegd door haar ouders, een eind gemaakt aan het leven van een jonge vrouw die vol levenslust haar toekomst tegemoet wilde gaan. Voor haar nabestaanden zijn de weken na haar verdwijning, met de zoektocht en de bijkomende onzekerheid over haar lot, een voortdurende kwelling geweest. Voor de ouders en haar broer moet de directe confrontatie met haar lichaam en de foto's daarvan een grote schok en een niet te dragen verdriet zijn geweest. Verdachte heeft aan de ouders hun kind, aan de broer zijn zus, de grootouders hun kleindochter en de vriend zijn vriendin ontnomen. Verdachte heeft alle nabestaanden onnoemelijk leed aangedaan. Ook buiten de directe omgeving van Anne Faber zijn deze gruwelijke feiten zeer schokkend voor de rechtsorde en zorgen zij voor gevoelens van verbijstering, angst en onveiligheid in de maatschappij. Verdachtes handelen raakt in het bijzonder vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen. Gezien de ernst en de gruwelijkheid van de zaak acht de rechtbank een zeer langdurige gevangenisstraf passend en geboden. Ten aanzien van de duur van die straf en de vraag of nog bijkomende maatregelen moeten worden opgelegd, overweegt de rechtbank het volgende. Nadat verdachte Anne Faber had gedood, is hij gedurende enkele dagen bezig geweest de sporen van zijn misdrijven uit te wissen. Hij kiest ervoor om haar lichaam meerdere malen te verplaatsen en te begraven, met als enige doel zijn straf te ontlopen. De manier waarop hij daarbij is omgegaan met het lichaam van Anne Faber geeft blijk van een volledig gebrek aan respect voor zijn medemens, vergaande berekening en uitzonderlijke gewetenloosheid. Terwijl de zoektocht naar haar landelijk nieuws werd, is verdachte blijven zwijgen, waarmee hij de onzekerheid over haar lot gedurende bijna 2 weken heeft laten voortbestaan. Nadat verdachte was aangehouden, is hij eerst blijven zwijgen. Anders dan hij zelf doet voorkomen, heeft de rechtbank niet de indruk gekregen dat verdachte is gaan verklaren uit medeleven met de ouders van Anne Faber. Pas nadat hij geconfronteerd werd met de onderzoeksbevindingen en nadat hem werd voorgehouden dat meewerken in zijn voordeel kon zijn, heeft hij verteld waar haar lichaam kon worden gevonden. Vervolgens heeft hij een verklaring afgelegd over wat hij met haar heeft gedaan. Zoals ook al blijkt uit de eerdere overwegingen, plaatst de rechtbank veel vraagtekens bij de juistheid van de verklaringen van verdachten. Zijn verklaringen komen op de rechtbank berekenend en onoprecht over. Verdachte is ook ter zitting nog geconfronteerd met onderzoeksbevindingen die anders zijn of verder gaan dan verdachte doet voorkomen. Zoals de sporen van letsel dat bij leven moet zijn toegebracht. De onmogelijkheid van de afwezigheid van bloed op de kleding van Anne Faber als wordt uitgegaan van zijn lezing van de feiten. Dit geldt ook voor het zware letsel in haar hals dat niet overeenkomt met de verklaringen van verdachte dat hij het mes alleen maar langs haar hals heeft getrokken en er geen sprake was van een diepe wond. Toch is verdachte blijven volharden in zijn verklaring. De rechtbank is er dus van overtuigd dat verdachte in zijn verklaringen geen volledige openheid van zaken geeft. Daarmee hebben de nabestaanden geen volledig beeld gekregen wat er zich precies heeft afgespeeld. Een gegeven waar zij verder mee zullen moeten leven. Ook heeft verdachte de nabestaanden geen duidelijkheid willen geven over wat er is gebeurd met de sieraden die Anne Faber droeg voordat hij haar ombracht.
Zijn verklaring dat hij geen sieraden bij haar heeft gezien, vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Daarnaast rekent de rechtbank het verdachte zwaar aan dat hij de schuld voor zijn daden probeert af te schuiven op zijn slachtoffer. Dat geldt zowel voor de verkrachting, omdat ze er zelf over begon, als voor de vrijheidsberoving, omdat ze hem met zijn mes stak, als ook voor haar dood, omdat ze schreeuwde. In het onderzoek is ook naar voren gekomen dat verdachte wel bewust en wel overwogen zijn behandelaars om de tuin heeft geleid, over zijn middelengebruik en over zijn niet geoorloofde sloopactiviteiten. Het lijkt erop dat verdachte ook in zijn gewone bestaan zijn eigen wensen op de voorgrond laat staan en niet schroomt om een web van leugens te hanteren. De indruk die de rechtbank van verdachte heeft gekregen en die achterblijft na herlezing van alles wat er voor ligt, is er een van een gewetenloze en nietsontziende man die zijn eigen perverse wensen laat voorgaan boven het leven en welzijn van zijn medemens. Verdachte is eerder, onder meer voor verkrachting, veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Nog voordat de hele straf ten uitvoer was gelegd, heeft verdachte deze feiten begaan. In de zaak die vandaag aan de orde is, stellen de deskundigen vast dat verdachte juist op zijn seksuele belevingswereld beperkt zicht heeft gegeven. Terwijl daarin, zo voegt de rechtbank daaraan toe, mogelijk ook een oorzaak voor de gepleegde feiten moet worden gezocht. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, kan de rechtbank niet anders dan het gevaar inperken door bestraffing. De rechtbank is gezien al hetgeen hiervoor is overwogen van oordeel dat de vergelding van de bewezen verklaarde feiten en ter bescherming van de maatschappij in deze zaak een zeer langdurige gevangenisstraf moet worden opgelegd. De rechtbank kiest niet voor een levenslange gevangenisstraf, omdat dat op termijn zou kunnen betekenen dat verdachte zonder adequate behandeling terugkeert in de maatschappij. De deskundigen zien een zeer hoog risico op een zedendelict en een hoog risico op een geweldsdelict, met daarbij ook een hoog risico op ernstig lichamelijk geweld. Ze zijn van mening dat er in verband met de ernst van de feiten en de ernst van verdachtes problematiek, afgezet tegen de kans op herhaling, geen ruimte bestaat voor enige behandeling in een voorwaardelijk kader. Zij adviseren de maatregel van TBS met dwangverpleging op te leggen. De rechtbank onderschrijft de overwegingen en de conclusies van de deskundigen en neemt deze over. De licht verminderde toerekeningsvatbaarheid is in deze zaak de enige omstandigheid die een enigszins matigend effect heeft op de op te leggen gevangenisstraf. De deskundigen hebben ter zitting desgevraagd bevestigd dat in het geval van verdachte behandeling tot de mogelijkheden behoort. Daarom zal de rechtbank de maatregel van TBS met dwangverpleging opleggen. Die maatregel kan niet worden opgelegd in combinatie met een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank bepaalt dat de duur van de TBS met dwangverpleging ongemaximeerd zal zijn. De lange gevangenisstraf, gecombineerd met TBS, heeft als doel om verdachten enerzijds zo lang mogelijk uit de maatschappij te houden en er anderzijds voor te zorgen dat hij daarin niet terugkeert zonder dat hij eerst intensief is behandeld. Alles overwegend legt de rechtbank verdachten naast de TBS met dwangverpleging een gevangenisstraf op van 28 jaar met aftrek van het voorarrest. Tot zover de uitspraak. De verdachte en de officier van justitie hebben 2 weken de tijd om hoger beroep in te stellen. Dan is de zitting hierbij gesloten. De uitspraak dus, 28 jaar en TBS met dwangverpleging. Dat moet wel verrassend zijn voor jou, want jij zei net nog
20 jaar max. Nou ja, en in het begin hadden ze het ook over in vergelijking met andere zaken. Moet ik wel zeggen, in de loop der jaren zijn de gevangenisstraffen wel omhoog gegaan. Je las ook, en ik vond het in die zin wel even spannend, dat ze toch heel erg hebben nagedacht om levenslang op te leggen. Mm-hmm. En dat we uiteindelijk niet hebben gedaan, maar dan ja, bijna de hoogst mogelijke straf in deze omstandigheden. Ja. 30 jaar had gekund, maar goed, licht verminderd toerekeningsvatbaar dan 28. Het is fors. Terwijl heel veel mensen natuurlijk denken, zet hem zo lang mogelijk vast. Ja. Maar zo werkt dat niet in Nederland. Nee, het is of levenslang of maximaal 30 plus een TBS. Ja. En dan, net wat ik zeg, licht verminderd toerekeningsvatbaar. Dus dan is het 28. Maar ja, 28 of 30, dat maakt eigenlijk het verschil niet. Dit is gewoon een forse straf. En in mijn optiek wel, zoals de rechtbank dat motiveert, een terechte straf. Wel een terechte motivatie. Ja, absoluut. Uitgebreid zijn ze overal onder andere omstandigheden ingegaan. En wat ze ook zeggen van de verklaring waar hij mee komt, ongeloofwaardig. Dus dat is absoluut niet in zijn voordeel. Eerst zwijgen en pas later zeggen waar Anne Faber gevonden kon worden. En dan ook nog niet met de volledige openheid van zaken komen. Maar eigenlijk het een beetje in zijn eigen voordeel proberen te keren. Ja, want dat was wel een beetje de rode draad, hè, ook in het verhaal. Want enerzijds zeggen ze dan, er is geen bewijs voor heel veel dingen die hij verklaard heeft. Anderzijds zeggen ze, hij heeft planmatig gehandeld. Ja, ja, het lijkt een beetje tegenstrijdig. Want ze gaan eerst in op de vraag of er sprake is van voorbedachte raden. Ja, daar komen ze niet aan toe. En dat is met name heel erg afhankelijk bij dit soort zaken van de verklaring van de verdachte. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft hij wat dat betreft dan in zijn voordeel weten te keren. Aan de andere kant rekenen ze hem toch aan dat hij niet een volledige openheid van zaken geeft. Want heel veel verklaringen roepen vraagtekens op. En dan keert dat weer tegen zich. Maar de rechter zegt dan, heb ik een paar keer horen zeggen, van de rechtbank gelooft dat niet. Maar het is in Nederland wel zo dat het tegendeel bewezen moet worden. Dus dat voelt ook een beetje tegenstrijdig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen het is niet zo dat een verdachte, tenzij er helemaal niks is, eigenlijk met zijn eigen verhaal kan komen en zeggen, ja, er is verder niks, dus u moet het doen met mijn verhaal. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. En dat is waar de rechtbank ook op ingaat. Van, mm-hmm. Uit die onderzoeksbevindingen blijkt niet dat dat strookt met de verklaring van de verdachte. Mm-hmm. Precies. Nou was er inderdaad nog even sprake van deze week dat misschien zijn straf verminderd werd door die heftige arrestatie. Dat heeft de rechter niet meegenomen. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nou, gebeurt dat wel eens? Het gebeurt wel eens. En met name als er bijvoorbeeld... kijk, je zou kunnen zeggen, hij is in zekere zin mishandeld. Er is in ieder geval geweld op hem uitgeoefend. Ook, en dat snap ik ook in die omstandigheden, omdat men wilde weten van waar is Anne. En misschien was ze nog wel in leven op dat moment. Maar ergens is het dan toch gek dat je dan de verdachte een soort van beloont met een lichtere straf, terwijl eigenlijk het OM daarvoor gestraft zou moeten worden. Ja, ja, alleen als een verdachte dan vervolgens met een bekennende verklaring komt, omdat hij toch in zekere zin mishandeld wordt. Dat mag niet. Hè? Ik bedoel, we hebben gewoon het verbod op folteren, zeg maar. Hè? Dat is van eeuwen geleden. Mm-hmm. Dus het Openbaar Ministerie en ook de politie moet zich aan die regels houden. En dat merkt de rechtbank ook terecht op. Dat hebben ze in zekere zin niet gedaan. Alleen, ja, was het nou allemaal zo ernstig dat er consequenties aan verbonden moeten worden? Nee, want uiteindelijk heeft hij onder die omstandigheden zijn mond gehouden. Precies. Pas later is hij gaan verklaren. Dus dat verband is er niet. Dus dan is het slechts de constatering zonder gevolgen. En dat begrijp ik. Een hele hoge straf dus. Wat denk je, gaan de advocaten van Michael P. een hoger beroep? Ja, kijk, je hebt niet zoveel te verliezen. Hè, want het is eigenlijk ook wat het Openbaar Ministerie wilde. Maar aan de andere kant is het ook, wat heb je te winnen? Laat ik het zo stellen, ik heb in soortgelijke zaken ook wel eens tegen de verdachte gezegd, eigenlijk valt er niks te winnen in hoger beroep. Laat het rusten, ook uit respect naar de nabestaanden. Mm-hmm. Moet je nou weer voor jezelf, voor 2 jaar minder of wat dan ook, weer dat hele traject in, wat ook met name voor die nabestaanden ontzettend zwaar is. Weer een aantal zittingsdagen, weer spanning, weer onzekerheid. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zet er een streep onder. En daarmee kun je misschien nog een heel klein beetje goed maken van wat er allemaal is kapot gemaakt. Ja. Ja, volgens de rechter is Michael P. dus schuldig bevonden. En hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 28 jaar en TBS met dwangverpleging. Later deze dag komt er een reactie op onze website te staan van de familie van Anne Faber.
Daar sluiten we mee af. Hartelijk dank, Willem-Jan Ausma. En nu thuis voor het kijken. Wij zijn er weer om 5 uur met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.